En ooit hier kan je aankomen, jong. Zie je moeder weer ver gaan bij, jong. Zoals je moeder bij moet aanzetten. Weer een nieuwe strooi hier in, gooi. Kom naar boven, kom toe. Het is een slaperij bij kom. Kom, kijk naar jou kos. Och, jij met je oor, Pinky. Oudje, jij mag hier in die kraal komen, hè? Alleen naar boven. En jij ook. René? Papa? Ga van door te wie zouden. Ja, papa? Ja, kom eens uit. Hoe lang Dirk is nou net terug, hoor. En je loopt hier rond, niet? Goed, papa. Waar zijn die mensen vanmorgen? Waar zijn jullie? Dat zit. Hoe lijkt dingen hier, jong? Gaan. Lijkt mij maar stil. Dit. Ik kan hier nog dood schokken. Maar voor wat niet? Dat is die baas. Ach, man, ik zal betaal ze volgende keer aankom. Eerst betaal. Wees dat, Jody, hoe lang ken je mij al? Nou is ik niet meer goed, niet? Ach, nee, man. Slaas die. Is jammer, Piet. Maar maak ze slecht van mij, zeg. Zie je, sorry.
Is het daar heel veel zijn? Het is een zijn. Wat zo naam? Snoopy. Snoopy, jouw prachtige ding. Wat is jouw naam? Rini Jordaan. Waar blijven jullie, Rini? Hier, buitenkant op de plaats. Voor naar boer jullie? Ik weet niet eindelijk niet, Danny. Hulle sê my pa is een bijwoner. Is het hy wat jou hier afgelaai? Hy is net gaan dorp toe. En mama is? Is sy by die huis? Nee, sy is dood. Kom, Snoopy, kom ek hier so. Kom, 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 daar is papa nou, ek sal nou moet gaan. Kom ek stap saam met jou. Jy moet my kom kuier hoor. Sy jy? Dis goed, Tannie. Bring sy vrachtig te vrou. Goeiemorgen, meneer Jordaan. Morgen. Ek en Rini het so'n bietjie gesels. Ek weet net, sy was ordentlik. Sy is een lieve kind. Nou ja, tot ziens meneer Jordaan. Tot ziens. Hallo, Rini. Net dat, Tannie. Erik? Nooit, hallo sis, kom binnen. Je hebt daar een beetje thee samengebring. Ai, dit was lang al nodig. Je maakt ze verpleeg, nie? Ja, jong, je weet, oormorgen is zondag. Ek moet terug Pretoria toe. Rian, kom jou zondag. Sê my, ken jy een sekere Jordaan, wat hier in die omgeving op de plaas bly? Hy het een dochterkie met die naam van Rini. Ja, ek weet beslis van Piet Jordaan. Vertel my bietjie van hom. Man, kort nadat ek hier aangekom het, het hy vir my plaas gekoop. Is dit sterk gaan? Nee, dis heerlik, baie dankie. Hy was een kenniger, soort mens, stil en alleenloper. Hy het nogal gereeld in die kerk gekom. Dankie. Baie dankie. So 6 maande daarna het hy vir Rina ontmoet. Sy was een oulike meisie. Prachtig mooi, vol levenslus. En nogal gewild ook weer. Ek het hulle so rukkie daarna self getrou. En so 2 jaar daarna is die klein Rini gebore. Ek vrees, 2 dinge begin skeefloop. Hoe so van? Man, haal, droogtes, veevrektes. Binnen 3 jaar moes hy verkoop aan een sekere Len Stevens. Die het gelukkig uit jammerte vir hom een voorman op sy plaas gemaak. En boonop alles is Rina toe skielik oorlede. Ja, die kind het my van haar ma vertel. Dit het hom seker helemaal gebreek nie. Dit het hom nie gebreek nie. Dit het hom helemaal verpletter. Dag na die begrafenis het ek hom gaan besoek. Dag Piet. Wat dat doen? Piet jong, ek het net vir jou kom sê dat ons allemaal vir jou bid in hierdie dag dat jy vertroosting sal ontvang. Bid tot wie, doen? Tot jou God? Tot jou God wat jy liefde noem? Maar Piet, jong. Nee, dominee. Hy is geen God van liefde nie. Hy is een God van wraak en van haat. En van vernietiging van mense en hulle liefde en geluk. En toe het hy begin drink. Hoe lang gelede was het van? So 2-3 jaar gelede. Maar hoe kom vraag jy? Ek het die kind vanochtend raak geloop. Het is ontzettend verwaarloos. Maar het is so'n mooi kind van. Dag, je slaap wel. Toch nu weer. Kan ik niet meer jongen?
hondjie kry nie. Ek het gedink ons het klaar gepraat oor honde en katte. Seker die ding vanmorgen wat nie weer in jou kop sit. Maar ek sal vir hom sorg. Ek wil nie 'n dier op my berg hê nie, jy weet dit. Weet jy, dit het ek nie geld om vir die ding te voer. Wat kyk jy? Wat kyk jy? Slaap net. Pa is jammer, pa het net ons om jou gemaakt. Pa is ook maar moeg na een dag sare werk, my kind. Ek het weer gedink, miskien moet ons maar toch plan maak met die hond. Wat sê jy, hè? Het ek reg hoor, jy sien hierdie kind eenmaal en jy wil haar aanneem. Is reg. Maar het ons nie lang al klaar gepraat oor kinders aanneem? Die keer is het anders. Wat is anders? Die kind is anders. Jy moet onthou, die kind het 'n wettige pa. Wel, dan moet ons 'n plan maak. Ja, dit is nou baie eenvoudig, is het nie? En hoe dink jy, hoe gaan ons dit reg kry? Ons kan hem helpen met zijn financiële problemen. Wat? Is jy nou van jou kop af? Dis mos teen die wet. Jy kan as jy wil. Karen, ek dink jy moet liever van hierdie hele ding vergeet. Leon het gesê hy sal ons help. Leon? Ek glo nie, prokureur sal om het so iets inlaat. Maar praat dan net tenminste met hom. Karen, kom ons wees net nugter oor hierdie. Leon, luister. Ek wil nie 'n kind aanneem nie. Ek wil hierdie kind aanneem. Achter haar vuil gesigie, sien ek iets helders. En op die oomblik sit sy op 'n plaas met 'n dronklap vir 'n pa. 'N man sonder enige ambisie, rigtingloos. Fanny het ook vir my gesê dat hy bekommerd is oor die kind. En wat ons betref, ek het jou nog nooit verwyd dat jy die oorsaak is van ons kinderloosheid nie. En ek verwyd jou ook nie nou nie. Haar beide jare was ek getrou aan jou, Rian. Jy kan nie dieselfde sê nie. Dit is nie nou belangrik nie. Maar jy het 'n ryk vol lewe. Rian Hurter, suksesvolle sakeman, met sy groot finansiële empire. En jy gaan vir weke lank weg van die huis af met jou sakereise. En ek het my lewe vol, waar nie? Ek het hierdie kind nodig, Rian. En sy vir my. Asseblief. Wat sal ons hom moet aanbied? En ek weet dat hy baie skuld het. Karen, dink toch net weer oor hierdie saak na. Dis 'n groot ding nie. Ek dink nie ons maak 'n fout nie. Jy sal sien. Wat is haar naam? Rini. Maar sommer hier. Ek was nou juist bezig met 'n nightcap hier. Vir jou? Ja, goed, dankie. Red die kleintjie.
Sê. Snaakse tyd vir kuier. Gezondheid. Wat kan ek vir jou doen? Dit gaan nou jou dokter, Rennie. Wat van hom? Jy kan nie vir haar sorg nie. Wat bedoel jy nou? Net dit. Hier is nie eens die beste plek om 'n 10-jarige dokter om groot te maak nie, is dit? Vooral nog sonder 'n ma. Ek is haar ma en haar pa. Ek wonder wat volkswelsyn sal sê as hulle dit moet hoor. Jy gaan hulle af. Ken mense daar? Meneer O'Dan, ek het 'n voorstel. Maar laat ek hoor. Ek praat namens 'n echtpaar. Noem hulle kliënte van my. Hulle is baie ryk, maar kinderloos. Die vrou het toevallig vir Rennie gesien en dadelik lief geword vir die kind. Kortom, hulle wil haar aanneem. Teen 'n prys natuurlik. Is jy mal? Dink jy ek gaan my eie kind verkoop? Kom ons sê liever, ons koop vir haar toekoms. Kan haar self ingeen. Is dit die toekoms? Ek gaan my nie in my eie huis laat beledig nie, verstaan jy? Jy het eers kom plaas gevat. Want toe jylle my vrou gevat. En nou wil jylle waarachtig nog, my kind ook nog, hè? Wie is jylle? Jylle heilige christene. Luister hier, Jordaan. En luister goed. Daar is lang al genoeg reer om jou kind van jou weg te vat. En as jy vanavond my aanbod nie aanvaar nie, sal ek persoonlik sorg dat wel sy na kom af. Hier gaat haar in elk geval verloren. Maar voor Rennie betekent dit een totaal nieuwe leven. Zij krijgt alles van die beste. Je is bovendien vrot van die schuld. Wie is die mensen? Dat is niet ter zake nie. Wie is die mensen? Die vrouw met die hondje in die pad. Dat is al wat ik jou kan zeggen. Wat doe je voorstel? Het is eenvoudig. Je teken die documenten en krijg je geld in contant. Dat is net twee voorwaardes. 1, algehele geheimhouding. En 2, geen contact voor oor 'n jaar nie. Daarna kan ons weer gesels. Tegen die wet. Die documenten is heeltemal wettig. En jy geen nie kort aan sien nie. Ek kan met die tunnie van huis doen. Nou, in geval jy my nie wil glo nie. Nee. Zelfs nie vir 20.000 rand nie. Nee. En nog 10.000 oor 'n jaar. Vergeer dit van huisteen, vergeer dit en voetsak jy uit my huis uit. Toe nou! Jy is een dwaas, Jordaan. Onthou net dit. Die volgende motor wat weer hier stilhou, kom jou dochter net weg. Hulle vra nie, vra. Ek dink jy dat ek die tyd nodig om na te dink. Miskien sal jy dan van plan verander. Ons gesels môre weer. Thank you.
Die volgende moet er weer iets stellen om jouw dokter niet weg. Hulle vraag niet vragen. Jy is een dwaas, madame. Hulle vraag niet vragen. Ek ben hier om het in van de naam. Jy is een dwaas, madame. Hulle vraag niet vragen. Ons is zelfs moet dat om jouw dokter niet weg. Nee. Ik kan wel praat, Piet. Het gaat eindelijk over Rennie, meneer. Ik heb zo'n beetje over die kant gedink. Hoe kom nou skielik aan dat denk? Dat is niet zo goed van hier, nie. Ik het familie in Pretoria, meneer. Die leidgezel is aan haar omzien, ze wil. Ik het gewoon nou gewonnen. Maar zo maak. Je kan toch niet vaststorten? Dus niet zullen maar die welzijn kom in, of die kind. Of kan hulle nie? Natuurlijk kan hulle. Ze staat in huis staan. Hulle kon het al lang al verdoen het. Weet ek wel, over dit blad. Ek is nie harde man, he. Ek weet die terugslaat nie in jou kere gaan sit, nie. Ek weet jou hart is nie in jou werk, nie. Ek het hierdie plaats gekoop, moet ek hier wil aftreden. Die is mijn voorman. Ik moet zorgen dat ik niet recht kom. Het voelt alsof alles stilstaan. Hoeveel malen heb ik niet al met jou gepraat door die drinkerij nie? Het helpt niet, niks gebeurt niet. Net bij jou kan ik zorgen. En al haar bedrag geld wat je al aan mij geleen het, maak een aardige sommetje uit. Hoe ga je dat terugbetalen? Ik zou zeker maar een plan moet maken. Wat er plan, Piet? Jij stinkt net elke dag dieper en dieper. Weet hoe moeilijk het ook niet mag wees. Ik moet wel voor je vrouw aan het einde van die maand te gaan. Maar je vrienden begint tref. Kom aan, ik is jammer, Piet. Henkie? Ja, papa? Ek het 'n verrassing vir jou. Wat 'n verrassing? Jy gaan vir 'n langere kuier. By wie, papa? Sou jy die tannie in die park die ander dag? Ja, sy. Regtig, papa? Ja, ek wou eers nie, maar dit is maar toch beter so. Wat sê jy, ja? Sal lekker wees. Wanneer gaan ek? Ja, middag nog. Waarom kom je net nou af? Ik zal pak je goedjes in toe. Skoene aantrek, maar was eers jou voete toe. Was my jou hande jou gezicht op, jy vat hierdie rok. Het lyk beter. Het kan jy soos een vark lyk as jy by die vrou aankom. Waar bly die tannie, papa? Papa, waar bly die tannie?
Seker maar Pretoria iewers. Sjoe, het is ver. Hoe lang bly ek? Ons maar sien hoe lekker het is vir jou. Goeikies toe. Niet gezegd om je adres geef. Loop zo maar een draadje ook, hoor. Ja, ik heb bijna vergeet van je adres. Maar onthou nou, niet voor oor een jaar nie, hoor. Je rijdt mooi, my kind. Geniet het, my kind. Dit is papa. Beter so. Weet ek was van een slechte pa gewees. Dus, omdat hulle jou weggevat het, Rien. Is het nog ver, Rien? Nee, ons is allemaal nou daar. Rien, ek denk ons moet liever omdraai. Ach nee, hoe dan so? Een mens voel maar so as jy die eerste keer van die huis afgaan. Morgen gaan het beter in, dan sê jy sommer sien hoe lekker kan het wees. Kom nou, klein ding. Kom.
Is jy moe geleid? Oeh, dit reen, kom, kom ons gaan gauw in. Is lekker. Lyk my so. Oh, wat is dit? Is so 'n lyf van daai groen afere saggertjie. En dit is asperse. En dit? Sjokolademelk. Wel, probeer dit. Net een kwestie van in die bed springen. Kom. Skoenkies, sy los. Ek kan jou los maak. So ja. Wat bet jy dan eers nie? Nie van het mama dood is nie. Dis daarom hier reg. Kom, spring gauw af en knie los eers. So ja, sê jy, hè? Ja. Ons dank u Heer en trouwe God. Ons dank u Heer en trouwe God. Beskikker van ons deel en lot. Beskikker van ons deel en lot. Vir al die sorg en troue wag. Vir al die troue wagte wat sorg. Ons weer betoon in hierdie dag. Ons weer betoon in hierdie dag. Amen. Amen. Sê, moet ons weer inspring. So ja. Hoe voel dit? Dit is een lekker bed. Is hier een oom, Tanny? Natuurlijk, skat, hy werk het laat vanavond. Is hy kwaai? Nee, hy is nie kwaai nie. Is hier nog ander kinders? Nee, is het jy. Maar jy sal gauw genoeg maats maak. Ek is gewoond om alleen te speel. Wat is goed so. Dan moet jy slaap. Mag hoor.
Morgen, Rini. Kom hier naartoe. Lekker geslaagd. Nee, lekker tennis. Ach, ik wil maar even mee. Ik ga een paar vullen in jouw kamer zitten. Is die baie hier op het vlak? Zonder baie. En nu, Lana, dan moet je een beetje een stuk van die huis doen. Jordi, bring mij nog twee. Nu kan nog wat, Piet. Nog eerst middag, neem ik wel een jou. Jij mij bedienen of wil je niet, hè? Ik heb drank op een gat net te draaien. Voorstel. Kan ik niet eerst gauw je klaarmaken? Nee, wacht zo, Bikkie toe. Rini? Rian? Het is nou Rini. Hallo, Rini. Hallo, man. Dat is zeker voor jou baie lekker hier, hè? Het is baie lekker. Ja, hier is zo baie om te doen. Zwem, paardrij, hier is televisie ook. Televisie? Ja. Wil je gaan kijken? Alsjeblieft, Danny. Ja, goed. Maar dan is het slaaptijd, hoor. Goed, Danny. Nacht, Wim. Nacht, Rini. Zoet slaap. Goed. De deur krijg je niks. Hallo, wel. Wie zou denk ik klein Rini voor mij kon keur? Nou, het ongeweer is ik. Het is mij geen. Het is Danny Karen. Wie is Danny Karen? Ach, oom. Ik weet wie je is, maar je weet wie ik is, niet? Geestberg door de wikkers Johannes Groenewold. Tjoe! Maar allemaal zijn maar sommigen van mij om geestje. Ik was al uitzien. Wat doen om hier? Opzichtig, je weet. Zorg die. Koeien gemeld worden, die beesten gevoerd worden, al die dingen. Mijn dans kwam amper zoals mijn pa. Hij is ook een bijwoner. Ja? Lijkt me als is eerder. Je weet, ik denk dat de wacht al van jou voor ontbijt. Zal je weer van mij komen keur? Ken ons niet. Ja, ken zo'n paar. Zal ik hem maar even vertellen? Ja, dus je moet springen. Tot ziens, jongen.
Dat is een ding. Waarom nee? Het is jammer oor die ding van gestrand. Jy weet, Jordaan, as Jan die sypel gaan, doe dit de minste in jou huis. Het sal nie weer gebeur, meneer, ek wil recht kom. Ek vind de minste, jy is geskeer, dat help al. Ek moet iets doen aan die drinkerij, meneer. Jy is een man van skielike besluiten. Hier is het Rini en is het jy. Ek soek hulp, meneer. Ek sal die drinkerij nie self kan los nie. As jy bereid om na inrichting te gaan? Ja. Nou goed, dan geef ik jou laatste kans. Hulle is nie terwille van Rini. Maar is een lang pad voor en toe. As jy uithou, krijg jou werk terug. So. Ah, hier is toe. Ek sien jy net. Ja, volgende keer sal ek jou kry. Nee, Rini, kom hier so. Ja, Tanny. Jy sal met spoed gaan. Bedoel, Tanny, ek moet huis toe gaan. Nee, my skat, jy moet hier skool gaan. Maar wat sal papa sê? Hy het moes gesê, ek kom vir 'n lang tyd kry. Wanneer sal ek hom weer sien? Seker. Een van die dag. Ek is bang vir hierdie skool. Jy moet nie wees, sê. Jy is een gauw maats maak, jy sal sien. Maar, as jy net van die ander hou, sal het vir jou kou. Goed. Ik zal proberen. Wat by die ryke herders kom bly het. Jy dink jy is grand, hè? Waar is jou pa en jou ma? Sy het nie een nie. Sy is een opjaakkind. Piep, piep, opjaakkind. Piep, piep, opjaakkind. Piep, piep, opjaakkind. Piep, piep, opjaakkind. Ja! Dat is nou genoeg, dat is nou genoeg. Waar is jou pad? Met pa toe in Nelstrum. Alla wereld, man, dis een lang pad hier te loop. Sy oma nie vang nie? Romeo 7-0, ons een kind langs die pad gekry, ons is op padstasie toe. Ach, Rini. Dankie, man. Eet jou pak, Rini, dit word laat. Ek wil nie eet nie, kan nie? As kat, jy kan nie skool toe gaan sonder om te eet nie. Maar ek wil ook nie skool toe gaan nie. Môre almal. Môre oom Grysie. Rini. Môre Rini. Môre oom. Los my eers jou pap. Kom bykie saam met my. Ek wil net iets van jou hoor.
Zit je. Vertel van me. Daar was een zin bij die school. Niet hem? Hij heeft mij op telkant genoemd. Klein lipplapper. En Jim? Toen grijp ik om aan zijn haren. En? Toen slaan ik zijn kop tegen de grond. Mooi zo. En Jim? Ons was kantoor toe gegaan. Heb jij ras gekregen? Nee. Hij het pak gekry. Ja. Nou is jylle mos gelijk op. Hulle hou nie van my nie. Die seun, was hy alleen? Hy het een maat gehad. So, het was twee. Daar was 600 kinders in die school en al die anderen hulle hou nie van jou nie. Ek weet nie. Ek het nou nie so gesê. Weet jy wat dit is? Het lijkt een soort tube. Ja, het is een soort tube. Het is een reddingsgordel. Was je al bij de zee? Nee. Dat is mooi, maar het is gevaarlijk ook. Oh, je weet, een keer was heel lof van ons uit een groot boot om vis te vangen. En skielik, onverwachts, kom daar die grootste storm op. Golven, geweldige groot golven. 30, 40, 50 voet en hier kom een geweldige hier en slaan ons skip ondersteboe en daar is ons skielik allemaal in die water. Gelukkig het ons reddingsgordels gehad. Uren later is ons uitgespoel op die strand. Dit was een gelukskoot. De stuur dat ou Joors Green vir my sê. Ons had ook gesê ou Joors Groen. Ons sê nou was eindelijk rechtig Joors Green. Hy sê ek sit nie weer my pote op die see nie. Joors, sê ek, hoe lang is jy al op die see? Oh, hy sê, baie jaar, ek sê, moet nie simpel wees nie, man. En raai wat? Een week later is ons twee op die selfde boot. Nee. Nou ja, dit is maar so met die school ook. Jy kan nie soms so ophou nie. En wie weet, miskien is jy een held. Dit kon so. Ja, natuurlijk, as die klein smeerlap dit aan jou kon doen, het is stellig en sekerlik en anders ook gedoen. Kap dier. En as ek reg is, gaan ek vir Tannie Karen vra dat jy moet perd ry. Dat hy. Maar nou moet jy spring. Dis nog net 10 minute. Ek gaan die skool. Tot ziens, oom Gysie. Tot ziens, Renie. Nou begin dinge gebeur. Dokter Meubel. Hallo, Piet. Ik wil graag met u praten. Ja, Piet. Ik wil huis toe gaan. Dat is onverwachts. Ja, voel ik eens oor die ding. Ja, Piet, dat is onderhoud ook zo gedinkt, hè. En dan moest terugkomen. Ons zal niet weten, zal ons, dokter. Piet, ik weet niet, nou baie goede vordering gemaakt. Denk jy nie is tyd dat jy nou... Ek het klaar besluit, dokter.
Goed. En dan wil je gaan? Zo gauw als moontlik. Piet, behalve van je probleem is daar iets wat je van mij wegsteekt. Wat is dat? Ja, is niks niet, dokter. Goed, ik zal het voor je. Dank je, dokter. Hoe gaan het met jou? Het gaan goed, dank je, mevrouw. En Remus? Piet, Jordaan, nou, toen het is onverwachts. Dag, sê meneer Stevens. Gaan het? Het gaan goed, dank je. Hoe lekker met een beetje koffie, vrouw? Zeker, mijn man, ik gaan zo lang maken. Dank je, mevrouw. Kom. Meneer Stevens, ik ben net gewonder. Piet, ik zie je kan terugkomen, als je voet bij stukken. Lek mee, het. Dank je, meneer. Ik zal proberen voorgoed. Ja, ik is zeker niet zo. Lange trappen af te komen. Sloot vergaan en haar die weer. Ja, dan is hier die moer ook vast. Screwdraaier. Neem maar die screwdraaier. Meneer. Dank je. Nee, wat ik weet niet. Die ding mag net te lol, jong. Ja, wat? Niks ernstig nie, meneer. Die pomp. Piet, wat met Marini? Piet! Je hebt gezegd, zodra dingen wil wegkom, ga je al het kom. Laat maar eerst op mijn voeten komen, meneer. Die petropompie, meneer. Meneer zal maar niet moet krijgen. Ja, nee, dat kan broer hier. Dus, dat is amper kerstfeest, Piet. Ons begin al verlang naar die kind. Bikkie te stil vaar hier oor kerstfeest, meneer. Wat? Bikkie te stil vaar hier oor Siesel voor hom krap, as vir jou verrassing. Toe. My eie pop. Sierlik. Ek hoop vir jou, dis kind. Jy hou ons so baie van perdry, nie waar? Ja. Nou ja, hoe sê jy van 'n klein vulletjie? Vulletjie? Ja, maar hy is nog op pad, hoor. Ek gou vir hom gaan sê. Het lyk gesellig, net. Sien my, jy het al die kind gesien. Nee, maar om jou die waarheid te sê, ek kan vrek van nuuskierigheid.
Ek ook, maar het jy van die moles by die skool gehoor? Wat se moles? Want sy het geloof een kind te lyf gegaan en hom byna verskeur. Ek sien moeilikheid met hierdie type van kind, jy weet. Background, my dear, background. Maar is die gordyne nie prachtig nie? Een genaamd Karen, ons praat nou net van jou prachtige huis. Ja, my dankie. Vind het werk het een prachtige plek, hoor. Ek wil vir jou genie die aand, is alles nog weg. Dankie. Kom, ga jy vir my dit al met aan die kaart. Prachtig. Maar sê hier snaam vir die mense toe. Laat my. Gaan wij so omreeg aan jou, lieve Arba. Oeps! Hallo! En jy seker nie? Jammer, oom. Jammer, my kind is niks nie. Zo genaamd niks nie. Jammer, Henk, het is die skaar groen. Nee, vergis nie. Maar sy is prachtig. Ja, sy is een mooi kind. Môre mevrou. Môre meneer, kan ek vir u help? Kan ek Leon van Huisteen sien asseblief? Nee meneer, hier is nie so 'n persoon nie. Hy moet nie wees, hy het myself die adres gegee. Nee meneer, ek is jammer. Hier is nie so 'n persoon nie. Ek werk al 8 jaar hier en nog nooit van so 'n persoon gehoor nie. Dis onmoontlik. Ek is jammer, ek kan nie vir u help nie. Ons het daarom nog my papa. Wat probeer jy sê, Piet? Dis Rini. Wat van Rini? Sy is nie by familie nie. Ek het die hele tyd gelieg oor haar. Ek het haar...
Ze is weg. Hoe bedoel je weg? Daar verkoop. Wat? Daar verkoop, zoals een meisje paard of een beest zal verkopen en aan jou geld krijg. Verkoop? Verkoop? Heet jou kind verkoop? Verkoop! Verkoop, hier is het! Hier is het dier, hier is het dier, gooi zijn kleintjes weg nu! Wat blimpelt jij het luisteren dan bij? Dus nadat meneer mij van mij gezegd, ik moet lopen. Hij heeft die aangekomen die nacht, mij gedreigd met welzijn. Ze zei, hij zou zorgen dat welzijn die kind kon vatten, of anders aanvaard ik zijn aanbod. Dat is van rijk mensen, ik weet niet van waar, niet. Hulle wou haar aannemen, als ik teken zal hulle betaal. Toen kom hulle haar. Geloof het me. Maar wat kon ik doen? Hij heeft de adres gelaat. Die ding zou van mijn kop afdrijf. Ik heb gaan zoeken, maar die adres is vals. Ik moet mijn kind krijgen, meneer. Ik verlang verschrikkelijk naar haar. Verlang? Hoe nou verlang je? Jij verlang. Je verkoopt je kind, maar je verlang. Voor wat verlang jij? Je hebt maar jouw geld. Ik wil die geld niet, Annie. Dat is Judas geld. Je hebt gezegd wel, zij zal je kind komen vat. Dat ze van jou afhangen. Ik moet haar krijgen. Dan zoek maar die mensen. Spoor haar op. Probeer haar reden om je ding te kanselieren. Hoe ga ik dit doen? En als je voor Annie krijgt, zeg maar dank je. Dank je dat ze jou van die botlaf heeft. Ik zoek naar die huis van meneer Herter. Wat? Mr. Herter, sta hier. Herter? Wie is hij dead? Ja, dat is dead. Hou! Ken jij Rini Jordaan? Nee,
Waar is die muziek? Daar is die muziek. Maar mevrouw Herter. Ja, Umar. Die naam is Jordaan. Piet Jordaan. Ja. Rennie se pa. Rennie se pa. Draai weg. Wat doe hem? Het is hier. Ach, oom. Zijn niet prachtig niet? Heb ik je gezegd dat ze zei? Ik ga voor mijn zin om te zoeken. Dingen het veranderd sedert ons elkaar laatst gezien hebben, mevrouw. Wat wil je heen, meneer Jordaan? Ik verlang naar mijn kind. Ik wil haar zien. Ik denk dat het zal beter wees als u mijn huis verlaat. Ons moet hier oor praat. Waarover? Daar is niks om oor te praat nie. Ik is nog haar pa. U was haar pa. Ik is haar pa. Ek het die dokumente. Dokumente? Papieren. Wat is papieren? Sy is my bloed, verstaan jy? My eie bloed! Dit sal jy nie begryp nie. Verlaat asseblief my huis, meneer Jorda. Waar is sy? Sy is nie hier nie. En nou loop jy, of ek... Of wat? Of ek roep die politie. Sy is myne, verstaan jy myne? Ek sal haar terugvat. En niemand zal mij keer niet. Niemand niet. Ik niet daar. Waar heb ik gekeken? Hai. Ons gaan huis toe. Rini? Rini? Hoekom? Hoekom? Zij is ernstig. Alsjeblieft, zeg mij wat is aan de kans. Maar ik moet eerlijk met je wees. Dingen lijken niet goed, nee.
Jij kan me nog niet geloven dat alles gebeurd is. En in elk geval, denk ik, moet jij huis toe gaan. Jij kan hier niks uit terugnemen. En jij lijkt mij gedaan. Ik blijf los. Nou goed, als je dat zo wil. Ik moet gaan. Je nachtzuster zal omzien naar jou. Maar ik zal bij de hand wezen. Ze heeft gezegd dat ons weer een naam moet krijgen. Maar dat weet ik misschien. Ik heb zo gebitterd. Dat de Heer ons naam moet ruilen. Maar ik moest mijn leven wel klaar geleefd. Nee, klinkt. Zegt de klein zonk. Ik kan niet besluiten. Ze kan maar niet vragen. Ja. Ze kan maar niet vragen. Onvoorziens gebeurt niet. En daardoor ga ik niet voorspelling wagen. Nie. Dan wordt ze deur te trekken. Kom, ondertussen moet jij gaan rust. Hallo, kamer. Het is jammer, ik was niet best erbij. Zie je, schuld niet. Alles is zo in elkaar. Ja, ik geloof het goed. Maar zeg maar, wat heeft nou eindelijk gisteren gebeurd? Ik bedoel, wie ik kan draak gereden en hoe? Gisteren bij Wilgehoof aangekomen. Mijn vriend teruggeven. Hij wil zelfs het geld teruggeven. Hij is helemaal een ander mens, Leon. Jij zal hem niet kennen. Nou, toen uit. En toen? Toen is hij kwaad geworden. Hij is met de vaar dan weg. Net toen hij niet bij die stal uitgaat. Nee, ik kan het niet goed. Misschien moet je maar even een conversatie. Ja. Ja, ik denk toch zo. Oom Gijsie. Kom het gauw sê van Rini. Het gaan nou beter. Jy sê altyd meer as wat ons vraag. Middag, mevrouw. Ik weet, ik is niet welkom hier, niet meer. Ik wil graag met u praten. Wat is dat toch om te zeggen? Ik heb net kom zeggen, ik denk het is beter als Rini hier blijft. Ik kan toch niet voor haar zorgen. Nie. Ik kan dit een maand nodig. Ik neem aan dat hij haar nog wil houden. Natuurlijk, kan je nog vragen. Maar ik versta niet die schielijke verandering. Geloof mij is nodig. Helder. Ik begrijp niet. Geen moeilijk wil jou met geweld hier wegnemen. Onze drinkje amper verloren door onszelf, zeg. Jouwe en mijne. Het is tijd dat ons aan haar denkt. Tot ziens, mevrouw.
En wees lief in my kind. Ik hoop niet, ik steer niet. Nee, glad niet. Mevrouw Herter, ik ga zomaar kort pad lopen. Piet Jordaan is mijn plaasvoerman. Misschien weet het dus in die einde nie. Van wat, mevrouw? Lijkt me, man, hij wil nou die rest van die geld. Hij gaat die ander geld terugsturen. Hij stelt niet meer belang in jouw inkomsten. Maar wat anders dan? Dokter Weijers het om onderzoek in die hospitaal na Renie's ongeluk. Piet Jordaan is een baie siek man. Het is jammer om dit te hoor. Hij is tans opgeneem voor behandeling, maar... Maar als hij veel wil voor hem kan doen. Renie gaan haar papi mis. Ja. Jammer. Ik heb het niet zo bedoeld. Ik heb het niet. Als ik maar niet geweerd heb, mijn kind. Ga jij gezond wat? Hoe gaan het met Bertie? Oh, het is te prachtig, te prachtig. En met Snoepie? Snoepie. Ze verlangt net naar jou. Kom samen. Daar is hij. Danny, vind je hem graai? Voel je gemakkelijk hiermee? Maar wie was het? Het is net iemand dat goed hier kom afleveren. Maar hoe kom vraag je, klein ding? Ik vroeg me niet.
vergeet daarvan. Is alles voorbij. Dan zal die dan nog om mijn nek moet blijven. Terwijl je gezond is, jong. Ja. Is nou zo, bikkie toe. Lekker paard gereed. Dat is lekker. Kom hier, Natje. Knijne, Klaas. Klaar daar iets? Wim. Waar is mijn pa? Ik heb het aan die Karin gevraagd, maar... Rini? Ik heb het aan die Karen gevraagd of ik jou iets kan zeggen. Wat hoor? Je ziet. Je papa wil je komen. Maar hij was ziek. Ziek? Hij is al verlangd, ik zie. Maar moet men zeggen, het was alles gauw voorbij. Boon.
Papa? Ik jou bij je lief gehad. Oom, ik wil huis toe gaan. Kan ik haar wachten voor je?